Skinner, de derde. Skinner praat over, heeft het over positive reinforcement. Leg uit. Skinner is eigenlijk de enige oude psycholoog. Ik wou zeggen, dat is ook de enige, moet ik heel eerlijk zeggen, die ik ken. Want ik ben natuurlijk geen expert, zoals veel managers, denk ik, in psychologie. Maar dit was een naam die ik wel eens eerder had gehoord. Ja, Burgess Frederick Skinner is uitgeroepen tot de grootste psycholoog van de 20e eeuw. Door eigenlijk alle vakbroeders op een gegeven moment, toen we het jaar 2000 hadden, toen werd overal gekeken van nou, wat is nou de grootste psycholoog, de grootste Brit, de grootste Nederlander. En Skinner is heel erg bekend van onderzoek met dieren, waarbij hij heeft gekeken van nou, wat drijft nou eigenlijk gedrag? Waar komt gedrag vandaan? En hij heeft vastgesteld door heel veel empirisch onderzoek, ook heel veel experimenten overigens later door volgelingen van hem met mensen, dus het is niet alleen maar dieronderzoek, dat alles wat je doet wordt eigenlijk voortdurend versterkt of verzwakt door de dingen die in de omgeving gebeuren tijdens of na hetgene wat je hebt gedaan. En dat noemen ze het principe van reinforcement. Dus ik doe iets en dat wordt meteen beloond. Ik doe iets en dat geeft meteen een goed gevoel. Dan ga ik ermee door. En als ik iets doe wat niet meteen goed voelt, of waar je geen effect op krijgt, of het zelfs slecht voelt, dan stop je ermee. Is dat wat? Ja. Ik moet meteen aan Pavlov denken. Dat is een ander verhaal, maar daar moet ik meteen aan denken. Wat je zegt. Je geeft het beestje eten. Als hij met zijn neus ergens tegenaan aandrukt en hij krijgt eten, dan gaat hij binnen no time drukt hij elke keer met een neusje tegenaan. Want ja, dat is Skinner wat je nu beschrijft. Oh, dat is Skinner. Dat is Skinner. Okay. Ja. Pavlov heeft ook onderzoek gedaan naar wat ze noemen conditionering. Ja. Alleen dat is een andere vorm van conditionering. En het onderzoek van Skinner gaat echt over de vraag hoe komt nou uiteindelijk het gedrag wat mensen op den duur gaan vertonen, wat organismen gaan vertonen, zoals Skinner dat dan zei, waar komt dat nou echt vandaan? En echt met observatieonderzoek mee te turven. Zij was eigenlijk de eerste psycholoog die ook echt bezig was met echt empirisch voortdurend testen, kijken, meten, wat heeft nou echt effect? En wat kun je hier als manager mee, met deze wetenschap? Nou, je moet je realiseren als manager dat wat je nu doet in relatie tot het gedrag van de mensen die nu ook bij jou in de ruimte zijn, met wie je dus nu aan het interacteren bent, dat heeft dus effect. En dat zijn ook de kleine dingen. Dus jij vertelt mij een verhaal en ik knik. Dat soort subtiele dingen. Dan vertelt iemand door. Dan komt hij misschien met een volgend idee en met nog iets creatiefs. Op het moment dat ik eigenlijk onder tijdsdruk sta, ik let niet op mijn gedrag en ik ga in mijn houding alleen laten merken dat ik onder tijdsdruk sta, of nog veel explicieter, ik ga gewoon op mijn horloge kijken. Ja. Dan stop je met je verhaal. En dan krijg ik dus niet jouw ideeën of de dingen die er bij jou spelen. Ja. Dat is een heel eenvoudig voorbeeld. Maar het gaat nog veel verder, want reinforcement is werkelijk overal aanwezig in de leefomgeving van mensen. Ja. Als je kinderen piano oefenen of leren typen, dat is ook een voorbeeld. Hè? Leren typen. Je drukt op een toets en je krijgt de goede letter op het scherm. Dat is reinforcement. En op het moment dat je op een toets drukt en je krijgt de verkeerde letter op het scherm, dan stop je en dan ga je zoeken wat er aan de hand is. En als je nou wilt in een organisatie of in een team dat mensen uiteindelijk met plezier die dingen doen die goed zijn voor het bedrijf, die goed zijn voor henzelf, die goed zijn voor de klant, dan moet je dus zorgen dat datgene wat ze doen, wat goed is, wat juist is, dat voortdurend versterkt, gereinforced wordt. En is dat, doe je dat alleen door je eigen gedrag of kun je dat ook doen door dingen? Of ik kan me ook voorstellen dat je dat op een of andere manier, want kun je daar voorbeelden van noemen uit de praktijk, hoe je dat zou kunnen vormgeven? Nou, een gek voorbeeld uit de praktijk is misschien zijn games. Videogames, games die mensen op hun telefoon doen. Daar zit heel veel reinforcement in. Je zet een stapje en dan wordt meteen beloond. Dan krijg je punten voor. Ja. Of er beweegt iets. Ja. Dus alles wat je doet, zeg maar, heeft direct effect en dat zie je. En als je dus, ik noem maar iets, een callcenter agent hebt, of iemand die in een contactcenter e-mails beantwoordt of chat met klanten, dan kan je natuurlijk dit soort dingen in een computeromgeving ook uitstekend inbrengen. Dus dat alles wat je doet, dat je daar een soort progressie in ziet. Ja. Dus al was het maar bij wijze van spreken dat je kunt zien, ik doe iets en het humeur van de klant gaat de goede kant op. Ja. Dat zou prachtig zijn als je dat kon bouwen. Ja, en volgens mij kan dat ook. Ja, volgens mij ook.